afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Niloufer. En dat is voor mij een schok, voor onze kleine fractie en voor de partij. En daarom hebben wij ook meteen een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld om met deze meldingen aan de slag te gaan. Deze zondag heb ik samen met de voorzitter van Volt Niloufer geïnformeerd dat er meldingen zijn die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. We hebben daarbij ook aan Niloufer aangegeven dat op de precieze inhoud van deze meldingen wij niet in kunnen gaan, omdat zij onderdeel is van het onderzoek. We hebben daarbij ook aangegeven dat ze geschorst is als lid van de Volt-fractie gedurende het onderzoek. Dit was een heel moeilijk gesprek en ook natuurlijk zijn de consequenties voor Niloufer groot. Tegelijkertijd hebben wij vanuit het onderzoek meldingen en signalen gekregen dat de mensen die de melding hebben gedaan niet de veiligheid en de ruimte voelen om verder naar voren te treden. En het is al ontzettend moeilijk om een melding te doen. Dus ik sta nu ook voor die veiligheid en voor die ruimte, zodat mensen naar voren kunnen treden. En dat mensen de veiligheid voelen om dat te doen. Op dit moment is het bureau in gesprek met de mensen die een melding hebben gedaan. En heeft ook Niloufer een uitnodiging ontvangen om met het bureau in gesprek te gaan. Zodat ook zij haar verhaal kan doen in het belang van hoor en wederhoor. En dat is belangrijk. Ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel mensen een schok is. En dat is het voor mij ook. En dat is het voor ons. Maar ik vraag in het belang van het onderzoek rust en terughoudendheid, zodat iedereen in dit onderzoek gehoord kan worden in het belang van alle betrokkenen. Dank jullie wel. Heeft u wel genoeg aan haar veiligheid gedacht? Want u heeft het nu over de veiligheid van de melders, maar zij kan zich eigenlijk niet verweren als ze niet weet waar het precies over gaat. Is ook de kritiek van de andere kant. Ik realiseer mij dat dit ook grote consequenties heeft voor haar. Zoals ik aangaf, hebben wij op dit moment signalen dat de mensen die de melding hebben gedaan zich niet veilig voelen, niet de ruimte voelen om verder naar voren te treden. En dat is wel heel belangrijk. Het is al heel moeilijk om zo'n melding te doen. En dat is ook de reden dat we op dit manier gehandeld hebben.